Alle jonge voetballers op de wereld dromen maar van één ding. Meedoen aan het Voetbalfrontier Internationaal. De grootste voetbalcompetitie in de geschiedenis. Overal ter wereld bereiden de jongeren zich voor op dit evenement om uiteindelijk het beste juniorenteam van de wereld te worden. Engeland. Jullie zijn geen partij voor ons. Jouw spelniveau is te hoog voor dit soort wedstrijden, beste Edgar. Ja, u heeft helemaal gelijk. Mijn ware tegenstanders bevinden zich aan de andere kant van de wereld. Verenigde Staten van Amerika. Ja! Het is ons gelukt, Dylan. Ja, Kruger, de wereld ligt aan onze voeten. Je weet niet half hoe ongeduldig ik ben. En moet je horen. Raad eens wie er straks bij ons team komt. Wat? Komt hij weer hierheen dan? Hm? Wauw, te gek. Super dat hij terugkomt. Ja, wat je zegt. Het is zo vreselijk goed voor ons team als hij weer met ons meespeelt. Ja, en als we dan helemaal compleet zijn, slaat het beste team van de Verenigde Staten zijn vleugels uit. Italië. Ga je gang, Paolo! Je bent de beste spits van het kampioenschap! Van het kampioenschap misschien, maar op wereldniveau zijn er heel sterkere spitsen. Yeah. Huh? Wij staan op het punt ons te meten met de beste spelers van de wereld. Ondertussen in een heel klein landje. Zolang ik hier ben, zal niemand een doelpunt kunnen maken. Dit was het bewijs. Hey coach, wanneer gaan we nou eindelijk eens tegen hem spelen? Heeft u enig idee? Binnenkort, mijn jongen. Niet zo ongeduldig. Het internationale kampioenschap zal snel plaatsvinden. Je zult het zien. Ik ben er zeker van dat hij daar aan mee zal doen.